De vakbonden, aangesloten bij de progressieve vakcentrale C47, hebben vandaag tijdens een assemblée van de arbeid hun bezorgdheid geuit over de gezondheidszorg. De vakbonden geven aan dat hun lidbonden, waarbij werknemers in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn aangesloten, steeds onzeker zijn over de tijdige betaling van hun maandelijks loon. Door directies in de zorginstellingen wordt gezegd dat zij niet in staat zijn om aan rechtvaardige looneisen van de vakbonden te voldoen. Vakbondsleider Robbie Berenstein riep vandaag tijdens de assemblée werkgevers op om overleg te voeren. Daarnaast zijn er vele issues waarvan je denkt van jaren nog, na in die bedrijven hoe je comfort. Evident na centrale bleek dat absoluut niet het geval te zijn. Er zijn vele problemen die identiek zijn. En zoals het moeilijk is om op het niveau van jouw bedrijf, jouw instelling, individueel een probleem op te lossen en veel makkelijker is om het collectief op te lossen, is het ook zo in centrale verband vergeleken met individuele woon. U weet, we hebben gezamenlijk een strijd gevoerd, ja, en zijn nog steeds bezig met die strijd te voeren van vakbonden. De directie vindt dat staflid de machtrolid. Terwijl het een recht is. Het voornemen van de regering om het minimumuurloon te verhogen naar 8 SRD baart Berenstein ook enorme zorgen. Hij vindt dat de regering steeds met achterhaalde bedragen werkt. Wat betreft het minimumloon, hoe zou je dat noemen? Wat staatsbesluit? De inbehandeling, samustari, een minimumloon voor 7 golus adeno per uur, minimumuurloon, gona 8,40 gulden. We zijn dat boven voor smaga, boven voor recommandia, ja, op zaak uurloon dat ik bak. Maar we moeten ons er wel van bewust zijn dat we een aantal vakbonden zijn niet eens op bedrijven, zijn niet eens een paai als 47. Nee, 7,7. Dat is niet nou. Nou, dat 6,14, maar 7,7 is voor de speciale. Ja, 6,7 en de horeca en die andere is 7,7. Dus die 8,40 die in de staatsbesluit is opgenomen, om dat schreef aan bedrag dat hij is al achterhaald. Vakbondsman Robbie Berenstein van C47 vandaag tijdens een assemblée van de arbeid in het C47 gebouw.